Vanochtend nog hebben we een woningbrand gehad aan de Loorstraat met het trieste bericht waarbij twee personen van respectievelijk 6 en 10 jaar zijn omgekomen en twee personen brandwonden hebben opgelopen. Naar aanleiding van de incidentmeldingen de afgelopen maanden, met name gebouwbranden en slachtoffers bij branden, hebben wij de noodzaak ingezien om deze persconferentie te beleggen. U ziet de statistieken daar over jaartal 2011 tot en met 2016. Van 2014 naar 2015, dan zie je dat het vrij ernstig wordt. Op dit moment hebben we zeker weten 46 meldingen ten aanzien van gebouwbranden. Slachtoffers, 2012 ziet u 2, 2014 1, 2015 4 en 2016 11. Ten aanzien van 2016 kan ik aangeven dat we hebben gehad 4 slachtoffers. Albina, 1 te Kasaba Olo, 3 te Munderweg, 1 Esperanceweg en vandaag 2 aan de Loorstraat. Het is een zorgpunt, ja. Een zorgpunt van het KBS. Een zorgpunt bij de samenleving ook. Verder is opgevallen dat de meeste slachtoffers zijn gevallen toen ze aan het slapen waren. En of aan het uitrusten. Als u slaapt, ruikt men of ruikt u niets. U wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat de rook veel giftige gassen bevat, raakt men snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten. Slachtoffers vielen wanneer de brand nog niet of laat ontdekt is geworden. Met andere woorden, wij als organisatie en samenleving moeten nagaan of proberen in te spelen op het inkorten van de ontdekkingstijd. Hiervoor is de oplossing rookmelders. Rookmelders zijn apparaten die in staat zijn om rook in een vroeg stadium te ontdekken. Als een rookmelder rookdeeltjes signaleert, zal deze direct een luidsignaal produceren met het doel de aanwezigen te waarschuwen. Met andere woorden, tijdens het slapen komt uw neus, de functie daarvan komt weg te vallen. En die rookmelder die zal dat stukje gaan opvangen, waardoor hij dan op tijd een signaal geeft en dat u wakker wordt daarvan. Ten aanzien van die rookmelder kan hij ook direct aangeven dat het plaatsen van één rookmelder in een huis geen is. Alle ruimtes, met uitzondering van de badruimte, toiletruimte en washok, keuken eventueel, of keuken zeker weten, niet voorzien hoeven te worden van een rookmelder. Maar overige ruimtes wel. Verder hebben we gebouwen voorzien van traliewerk, ook gezorgd voor slachtoffers. U kent de verhaaltjes, Albina bijvoorbeeld. We weten ergens dat de crime vrij hoog is in Suriname. En de mensen zich beveiligen daartegen. Maar aan de andere kant, mocht er een brand plaatsvinden, dan kan men niet uit het gebouw zo snel mogelijk naar buiten komen ook. Daartoe hebben we een aantal modellen ontwikkeld. Die modellen zijn er te bezichten bij de afdeling voorlichting. Waarbij vooral het laatste moment door een snelle, eenvoudige handeling te verrichten, u gewoon zo'n traliewerk kunt openen. Het is niet voorzien van een hangslot. Je moet kijken, het gaat eens hier. Dit is de binnenkant. Natuurlijk moet dit stuk buiten handbereik zijn van het raam. Anders kan het opengemaakt worden van buiten. Door het trekken van deze pen ben je sowieso buiten. Want dan valt die staaf en dan kan je dat raam naar buiten stoten. Dus afhankelijk van de grootte van het raam. Dit is slechts een voorbeeld, vandaar dat die zo is. Eén pen trekken en dan kom je naar buiten. Gewoon naar buiten stoten. Natuurlijk naar buiten, naar binnen moet je nooit doen. De komende dagen zult u een toename van voorlichtingsactiviteiten merken. En de nadruk zal zeker weten ook zijn gericht op dat van rookmelders en traliewerk. Eén pen trekken en dan kom je naar buiten.